Bus Traveling Man, leuk dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. Ik ben net gearriveerd in Bad Soden, een klein plaatsje. Beetje in de buurt van Kassel, dus midden Duitsland. We beginnen aan een reis langs de riviertjes de Werra en de Wezer. Ja. En zo zit ik lekker in het zonnetje bij het riviertje de Wezer hier in Beverwoengen. We zijn begonnen in Bad Soden-Allendorf. Bad Soden, dat betekent kuuroord, het woordje bad in het Duits. Althans, als er bad staat, dan weet je zeker dat je in een kuuroord terecht bent gekomen. Dat is omdat daar een gradierwerk staat. En een gradierwerk is een heel grote stellage, een houten raamwerk met allerlei takjes erin. Vanaf de bovenkant laten ze zouthoudend water naar beneden druppelen. Dat pompen ze hier op. En het zout of het water verdampt, dus het zoutconcentratie wordt groter en groter. En in combinatie met de omringende lucht schijnt het dan heel erg goed te zijn. Nog gezonder als zeelucht. Dat is de reden dat je daar met een stoeltje bij kunt gaan zitten en dan komt dat helemaal goed en is dat helemaal goed voor je. Allendorf, dat ligt aan de andere kant van de provinciale weg. Het heet dan ook Bad Soden-Allendorf. Daar hebben we gezeten in Hotel Martina. Prima hotel. En vandaar vertrokken onze volgende stop. En dat was hier in Beverwoengen. Hier in Beverwoengen, het oude burgemeestershuis van een of andere meneer Kort Holstein. En dit huis is van 1662. Toen was hij de burgemeester hier. Ik denk geen onbemiddelde man, want kijk eens hoe mooi dat hier is, dit huis. Je ziet hem achter me staan, het bord van het hotel waar we afgelopen nacht overnacht hebben. Hotelstad Bremen en dat ligt in het plaatsje Beverwoengen. Prima hotelletje en nog mooier. De bus die kan letterlijk naast het hotel staan. Kijk eens achter me. Nou, dat was voor mij en de passagiers natuurlijk hartstikke gunstig in verband met het in- en uitladen van de bagage. Er is weer een nieuwe dag aangebroken. Mijn passagiers zijn inmiddels onderweg. En ik ga zo in de bus en dan ook naar de volgende stop.
mijn vertrek uit het plaatsje Beverongen heb ik even een tussenstop gemaakt hier in Hukster. Ook aan het riviertje de Wezer. Maar er is hier niet zo heel erg veel te zien. Dus ook eigenlijk maar niks gefilmd. Terug in de bus. En dan ga ik nu naar het plaatsje Pollen aan de Wezer. Want daar komen straks mijn passagiers met hun fiets aan. Aangekomen in Pollen bij het pontje over de rivieren de Wezer. Achter mij beneden daar staat de bus geparkeerd en dan ga ik daar een keer mijn passagiers laden met hun fietsen. Ik sta hier bij een ruïne van een oud kasteel Everstein heet dat. Niet zo heel veel te zien. Het is uiteindelijk ook een ruïne, dus er is niet heel veel meer van overgebleven. Ben even naar boven geklommen voor een mooie uitzicht. Mijn volgende stop bij deze reis langs de weg aan Wezer is het stadje Hamelen, langs de rivieren de Wezer. Je ziet hem achter mij liggen. Nou, Hamelen is natuurlijk bekend, de rattenvanger van Hamelen. Leuk oud stadje, heel veel mooie oude gebouwen, doordrenkt van de geschiedenis van de rattenvanger van Hamelen. En kortom, een bezoek waard. We zitten daar in een prima hotel, het Mercure Hotel. En dat is het hier in Hamelen. Vanmorgen de passagiers weggebracht naar het plaatsje Pollen aan het riviertje de Wezer. Daar vandaan zijn ze begonnen met een fietsreis terug hier naar Hamelen. Dat is een kleine 40 kilometer. Ik teruggereden naar Hamelen, bus geparkeerd. Nou, wat is er dan mooier voor een touringcarchauffeur om heel de dag lekker vrij te hebben en rond te struinen in zo'n mooi stadje als Hamelen. En zo ben ik alweer aangekomen bij de volgende stop op onze reis. En dat is in het plaatsje Rintel, een kilometer of 30 bij Hamelen vandaan. We zitten daar in een hotelletje, Hotel Stad Kassel. Dat is midden in het historische centrum van het plaatsje. Nou ja, dat is helemaal een win-win, want het is natuurlijk al leuk op zo'n historisch plaatsje. En als je daar dan ook nog eens een keer middenin zit met je hotel. Mijn bus kon ik vlakbij parkeren op een parkeerplaats voor toeristenbussen. En zo zijn we hier aangekomen in Rintel. De laatste reisdag alweer van mijn reis langs de Werra Wezer. Ik ben hier in Minden.
We hebben vanmorgen ons hotel in Rintel verlaten. Daar waren we voor 2 nachten. Ik sta hier met de touringcar op een mega parkeerplaats. Kijk eens om me heen hoe groot dat is voor auto's, campers, touringcars, vrachtwagens. En het is nog gratis ook. Nou, hoe mooi kan het zijn? Je ziet hem denk ik al staan, de fietsje. Dus ik ga daar ook nog heel even het centrum in. Een heel leuk historisch plaatsje. En dan gaan we het begin van de middag beginnen onze terugreis naar Nederland. En dan zit ook deze reis weer op. De reis langs de Werra Wezer.